Swag, 85 Flow in de motherfucking building. Het is de geen video, jeet toch? We zijn in Deppenbroek, we lopen nu daar zo. Daar is het winkelcentrum, jeet toch? We gaan dingen met de G halen voor het ontbijt. In zijn Swag, ik zie jullie straks, bitch. We zijn toegekomen aan ontbijt vast. Kijk, look at this shit, mate. Dahlia meloen, gevulde koek. Golden delicious appels. Hey, deze skip. Ginger beer, green tea with honey and peach, some guava juice drink. En als laatst, granaatappelpitjes aan niveau. Je weet toch, ik ben een granaat. En ik moet naar het internaat. Swag. Alright, we beginnen met Dahlia meloenen. Vers. Zoals die 35% korting is vers. Houd je mel, jong. Het ruikt naar meloen. Tasty. Delicious. Je proeft echt de Dahlia. Heerlijk. Granaatappelpitjes. Kijk, een granaatappel komt al in een fucking houder van de pitjes, toch? Maar ik dacht, ik ben in een winkel. Als ik die video nu gelijk ga maken, hoe moet ik die ding open doen? Heet toch? Dus daarom heb ik deze gehad, maar ik ben nu also en swag. Let's eat some grenade apple. Wow, een hele explosie in mijn mond. Dit is echt een granaat. De meloen was beter, swag. Golden delicious. Golden and delicious. Then we gonna eat some apples. But this is not a normal apple. This is golden and delicious. But this doesn't even look delicious, you know? Fuck! This is so delicious! Oh my god! Deze guava juice heeft mijn leven gered, want ik stikte in de fucking golden delicious appel. Maar deze shit is niet lekker. This is not delicious. Fuck that. Ginger beer, old Jamaica. Shout out Sean Paul. We drinking Jamaican ginger beer. Oh, what the fuck. Bruh, this tastes so bad, bruh. What the hell, mate? Come on now. Dit is echt vies, man. Proef eens. I've got some green tea drink with honey and peach, you know? Do you know peach is fruit, but it's inside this green tea. Yes. It smells like green tea and I smell a little bit peach. Tasty, delicious. But yeah, dit was ontbijtfase. De gekste was Dahlia meloen. Oh my god. I haven't filled myself with gevulde koek. Yeah, let me eat some gevulde koek, man. You see this nut? I like eating nuts. No homo. Je proeft echt dat die gevuld is. Heerlijk. Oké, dit was ontbijtfase. Ik zie jullie straks bij de volgende fase van de video. Swag. We zijn toegekomen aan de middaglunch aan niveau. Check wat ik hier heb. Ik heb hier twee maaltijdsalades. En ik heb hier... Hoe heet deze stuk thee? Swag aan niveau. We zijn toegekomen aan de middaglunch. Kijk wat ik hier heb. Ik heb hier één en twee maaltijdsalades. En ik heb hier een thee. We beginnen deze allemaal met G. Natuurlijk, want dit is een G-video. Kijk wat ik hier heb. Grote garnalen maaltijdsalade. Wat heb ik hier? Geitenkaassalade. En het is zacht. Kijk, het begint niet met een Z. Want dat is de structuur van de geitenkaas. Je filmt me. En ik heb hier een thee. Dit is geen Earl Grey. Dit is geen Engelse melange. Geen bosvrucht. Nee, brother. Dit is green tea, ginger, lemon en grass. Green tea. Lemon and grass and the ginger and ginger. Yes, we gonna taste test this shit. Look what's inside this. Ten eerste, some garnalen. Ten tweede, some sauce. What the fuck is this for sauce? Oosterse finesse. Kret me net. And sesam mix. We gaan dit allemaal mixen, want dat horen we te doen, denk ik. Want anders zit het toch er niet in. Dat is toch wel zo logisch. Een kankschaar of zo, man. Godverdomme, hé. Ik heb een schaar gebracht, want ik kreeg het niet open. Ja, nu is het open. Ja, laten we het gewoon allemaal erin dumpen. En nu, laten we deze openmaken. Het moet allemaal erin. Ga eruit, joh. Wil je gewoon eruit gaan, joh? Wil je gewoon eruit gaan? Uit. En nu een garnalen. Kankzooi. Leuk, niet wel. You see, I got all the everything inside. Now I'm gonna mix this shit. Wow, it smells really good. It smells really tasty. Delicious. Bruh, binnenkort, tasty delicious merch, you feel me? Y'all gonna see it in a minute, but not right now. I could show you right now, but yeah. I'd rather show you when it's on my fucking lichaam, swag. Oké. Dit is de grote garnalen maaltijdsalade. Laat ik een hapje nemen van de grote garnaalsalade maaltijdsalade en swag.
Ik zeg jullie heel eerlijk, deze shit is mad fire. Fucking lekker. Pa, deze is koulo lekker. Albertijn, gooi enge sponsor op mij en nevel. Ik ga dan zo in die reclames. Yo, dit is 8 van je vleef. Get yourself some motherfucking maaltijd salad. Is je insane. A grote garnaal in the building. Swag, swag. Albertijn, gooi enge sponsor op mij en nevel. Oké, brother. Ik heb dit geproefd en het is fucking lekker. Laat me nu die andere ook proeven. Zachte geitenkaas, maaltijd salade. Kijk, ten eerste, waarom de fuck zit hier appels in? Bro, ik eet salade, geen fruitmixje. Wat de fuck is dit, man? Zag je dat ik zo dit... Ik ging net proberen dit te ruiken, kill. Dit is een verpakking, hoe moet dit ruiken? The fuck is dit? Volgens mij is dit olijfolie. Dit is honingtime dressing. What the fuck is this? Dit is walnoten. The fuck, bruh? Waarom zit er walnoten en appel in mijn fucking salade? Het is geitenkaas salade, maar er zit maar zo'n klein beetje geitenkaas in. What the fuck is this? Kijk, brother, voor de volgende video idee heb ik jullie hulp nodig, jeet toch? Schrijf in de comments 3 dingen wat ik moet eten. Eentje voor ontbijt, eentje voor lunch en eentje voor avondeten, jeet toch? Van de comments die hieronder zijn, ga ik een gek video maken. Dus schrijf hieronder in de comments op YouTube 3 maaltijden en wat ik voor die 3 maaltijden moet eten en ik doe die shit in de volgende video. Schrijf hieronder. Swag. En bij 60 likes maak ik een vervolgvideo van dit video wat komt na. Bij 60 likes maak ik haar video. Heet toch? Ik zeg altijd 50, maar nu 60. Y'all need to show more love. Cause I put hella time in this video. Oké, laat ik nu deze geitenkaas shit proberen. Van de zicht alleen al is die garnalen shit veel gekker. Maar het gaat uiteindelijk om de taste, dus laten we het proeven. Bruh. Dit is net op de rand dat het net lekker is. En ver in de andere rand dat het koulofies is. Bro, de mixture tussen de smaken en dit is niet gaande. What the fuck doet deze kankerwalnoot hier? Bro, ik eet geen pindamix. What the fuck doet een walnoot in deze shit? Albertijn, leg me uit. Heet toch, jullie hebben hier een hele gekke creation gemaakt. Maar what the fuck is dit? Zoetigheid van de appel en zo. Oké, heet toch de nootheid van de walnoot. Oké, is allemaal specifiek lekkere dingen. Maar waarom zo'n absurde mix? Bro, zoetigheid... Nootheid en dan de fucking kaasheid, de roomheid. Kill. Fucka! Deze? Skip. Maar, we hebben nog één ding om te drinken. Green tea, ginger en lemongrass. Het ruikt naar citroen. Kijk, ik heb hier 2 suikerknotten in gedaan. Dan waarom is het nog steeds fucking trash? Pickwick, Pickwick, Pickwick. Ik weet dat je kijkt. Leg me uit, waarom is deze zo vies? Ik kan denken, oh, het is green tea. I'm drinking healthy green tea. Maar dit is fucking vies, bro. Liever drink ik warme water gewoon dan dit la. What the fuck is this, bro? Let me just eat my garnalen salade. But yeah, this is good. This is good. This is tasty. This is delicious. Kijk, brother, we hebben hier Young Beethoven in the building. Baby, ja. Anini, seriosan, onaç. Bu mu? Bartu'yu seviyorsan alkışla. Dag dag. Dag dag. Tümzük. Tümzük. Like, reageer en abonneer. Anders. Kijk hoe je moet. Lekker? Nee. Zeg maar lekker. Zeg maar zo, lekker, lekker. Lekker, lekker. Yummy. Yummy. Zeg maar tasty. Tasty. Delicious. Delicious. Kijk, brother, mijn niffo vindt deze green tea wel lekker. Hè? Kijk, wat is dat? Swag. Swag. Dit was lunch. Ik zie jullie straks met Koen Score. Swag. Swag, swag, swag aan Nifpo. We zijn toegekomen aan avondeten bij letter G en zo. Je toch? Kijk met wie ik ben, Asahbi. Pa, 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 pa. Goonscore, aka Abostop. We zijn er hier met AG. Wat is die Instagram, zegt ze meteen. Big Goonscore, check mijn Instagram. Binnenkort komen meer pokus van me. Ik sta niet stil. Wat gaan we doen, zegt ze ook.
We gaan een paar chappen van deze man even testen, kijken wat die man allemaal heeft hier zo. Hij heeft allemaal dingen met G en zo, dus ik ben benieuwd wat hij allemaal heeft. Toch? Goonscore in the building, ook met G. Grauw. Kijken wat deze man allemaal heeft meegebracht. Kijk, ten eerste, het was heel moeilijk met dingen met G voor avondeten zoeken, toch? Maar we zijn er, kijk wat we hebben. We hebben hier garnalen. En hier, garnalen lumpia's. You dig? We gonna eat this shit. Helle chili sauce in the building. Too much sauce. En hier, gefrituurde dumpling of zo. Mm. Ik weet niet wat dit is. Ziet wel eng uit. Maar waarschijnlijk gewoon deeg met fucking rundvlees erin. But yeah, we gonna find out in a minute. Mm. Welke wil je als eerst choppen? Maakt niet uit bro, wat jij wil. En dan ze komen bij mij, laat het jouw feestje bro. Proef eentje eerst. Kijk man, ze ziet er eng uit man. We gaan gewoon proberen man. Is gek. Welke cijfer geef je? Ik geef wel een 5 man. Dat is niet echt mijn ding man. Hij is gewoon echt stif. Hij is niet goed. Ik vind het niet lekker man. Laat mij nu deze shit choppen. Je hebt toch gefrituurde dumpling in the building. Ik snap wat je bedoelt man. Ja hè? Het is niet gaande. Nee, het is wel juicy man. En zo, maar veel volgens mij het kon veel beter deze gemaakt kan worden. Kan veel beter. Laten we gewoon die gelijk skippen toch? Kijk Assa. Garnalen lumpia's. Mm-hmm. Ja? Tasty, delicious. Goed is wel sterk. Chappen die einde ook. Nee man, die einde niet man. Die moet eraf altijd. Ja, eet het wel. Ik heb gegooid man. Nee man, die moet je niet eten man. Garnalen lumpia's. Deze ziet er wel goed uit man. Ik zeg snap je? Deze is wel sterk. Is wel gek, hè? Dit is bom. Ja, man, dit is bom. Viego. Ik ga nu garnalen chappen, Assa. Ik moet terug. Achterkant nooit eten, Mattie. Ik zeg je, deze wel minder, man. Ja, hè? Proef. Ik zag al aan die kleur, man, bro. Hij is een beetje lichtjes. Ik wil hem niet eens proeven, man. Maar ja. Doe gewoon. Toch wel wat ik dacht. Het is niet heel gek, maar is ook niet... Weet, als dit is wel gek. Dit is wel gek. Als ik deze zag op tafel, ik zou niet gelijk voor die gaan, maar als alleen dit was, ik zou wel choppen. Ja? Hij is niet zo vies. Hij is niet vies of zo. Als maar je echt dit, honger hebt, je hebt niks toch, anders. Je hebt dit, en je kan er dit van maken, dan zou ik altijd dit maken. Als ik garnaal had, toch? Je toch? Dit is Fugo, man. Dit is gaas. Maar waarom eet je niet die achterkant? Ik weet niet, man. Ik heb altijd geleerd dat ik deze niet moet eten, man. Maar zo ook, het is ook hard en zo, je toch? Wil je nog choppen van deze? Next. Je toch de avondeten shits? Hebben we even aan de kant gelegd, want ik heb nog ook snacks en drinkens voor de avondeten en zo, jeet toch? Om het weg te spoelen, hè? Elke Turk weet dit en kan je gewoon zeggen, deze shit is geweldig. Jeet toch, go Fritz in the building. Ken je deze dingen? Nee man, die ken ik niet man bro. Ik ben benieuwd naar man, ik zeg je eerlijk. Het ziet er wel sweetie uit man. Je mist wel wat, snap je? Ja, benieuwd man, ik ben benieuwd. Gaan we dit inproeven. Je ziet aan die verpakking al, is gekke designs en shit. Maar, dit is niet de enige shit. Want we hebben ook nog een drinken in de building. Kulsherbet, jeet toch? Het is een drank met fucking rozensmaak. Zeg ze wat je eet en zo. Het heet Kofrit. Kofrit? Ik ga deze Kofrit testen, man. Oh, deze is niet. Koenscore in the building. Hij chapt Kofrit. Fuck je ermee. Fuck wel mee, man. Is gek, hè? Is wel gek, man. Zeker, man. Zeker. Dit is heel gek. This is some Kulsherbet in the building. Je killt die ding meteen. Ja, man. Hij is zo gek. Proef ook deze drinken dan, Kulsherbet. Zeg die mensen dat ze Kofrit moeten halen en zo. Jullie moeten Kofrit even halen, man. Snap je? Het is zo gek. Deze, gewoon doen, man. Deze drinken is zeg maar rozensap. Proef die ding, Assa. Dat is het Turks. Ja, man. Maar het is niet echt bekende iets of zo. Oké. Okay. Je proeft wel zo'n apart smaak, hè? Ja, het is een beetje net als siroop of zo. Maar... Ja, een beetje oranje-achtig. Oranje, juist. Ja, toch? Een heel aparte rozensmaak of zo. Die naast, man. Maar fuck je ermee. Ja, man. Als niks anders te drinken is. Dus je fokt er niet mee. Nee, niet echt, man. Niet echt, man, bro. Die andere, deze fuck je wel mee, man. Jeet toch, ik hoef deze niet eens te testen, want Kofrit, ik weet dat is gek. But voor de beeldvermaak, laat me deze Kofrit ook chappen, Assa. Tasty, delicious. Wil ik nog wat zeggen aan de mensen die nog zitten kijken en shit? Bro, ik heb iets tegen jou te zeggen. Die eten wat je hebt. Tel mee. Die eten wat je hebt gebracht. Sommige van die lust ik niet, maar de rest was wel...
is wel bom. Kaki. Je weet toch? Ja man. Die slechtheid is niet aan mij, hè? Is nee, aan tuurlijk de restaurant. Niet. Ja, dus dat. Je weet toch, avondeten? Avondeten met Goonscore. Ja man. Zeg ze nog de laatste dingen. Pap, we zijn er. En soon kom ik weer met dope tracks en clips. Zeg weer je Instagram? Big Goonscore. Swag. Ga me volgen, man. Swag. Pauw, krauw. Maar jeet toch, avondeten met de G. YouTube.com, AGTV, abonneer. Zeg je moeder, zeg vriendin. Elke 100 sub geef ik t-shirt. Swag. Laat je reageren en wanneer als je niet doet, ben je gewoon een goaltje.